Talent was op 18 maart te vinden in Café Kamnet in Etten-Leur op de voorronde van Doe Maar Vet, waar bands kans maken op een optreden op Popenlucht in diezelfde stad. Okay, voor een goed evenement is natuurlijk niet muziek niet alleen belangrijk, maar vooral ook de organisatie. En bij me staat iemand van de organisatie. Jullie gebruiken deze locatie regelmatig om voor ons te houden. Hoe lang is deze traditie al gaande? Uit mijn hoofd zeg ik zo'n jaar of 10. Eigenlijk zolang dat de kroeg eigenlijk al bestaat. Okay, hoe zijn jullie hier aanbeland? Vroeger zaten we altijd ook hier in het pand. Toen heette het ook echt de Doe Maar Vet. Daar komt de naam ook vandaan. Uit die tijd stamt het eigenlijk al. En zodoende zijn we hier terechtgekomen en houden we het evenement hier. Ja, je pakt mijn vraag over de naam af. De nieuwe Nobelaar heet sinds kort, voor zover ik weet, Poppodium. Is het zo dat het extra dingen is gaan doen of is het zo dat het zich extra is gaan profileren als Poppodium? Ze hebben meerdere functies bij elkaar gegooid. En de onderdeel Poppodium hebben ze daarbij apart uitgelicht. Omdat Popenlucht, zoals het vroeger, of Popel zoals het vroeger heette, daarbij is ingenomen. En daardoor is het afdeling Popenlucht of Poppodium geworden. En met Popel, de voorrondes nu, waarom houden jullie die? Wat is het, de gedachte erachter? We houden 3 avonden op vrijdagavond en daarbij iedere avond 3 bandjes. Die bandjes strijden om een plaats voor Popelucht, het evenement in de laatste week van de zomervakantie in het Oudekerkpark hier in Etten-Leur. En ze doen dus mee voor een plaats voor op Popelucht. En die bands die kunnen zich, nu heeft het natuurlijk geen zin meer, maar die kunnen zich aanmelden als ze uit Etten-Leur komen alleen? Of zijn er andere criteria? Nee, het belangrijkste is dat ze eigen werk kunnen spelen, een aantal koffertjes. En de regio Zuid is inderdaad wel fijn, maar het is geen pre. Weet ik dat er bij jullie ook in het pand oefenruimtes zijn. Hebben jullie ook bij het selecteren van die bands, hebben jullie daarna een soort educatiepunt, dat jullie die band begeleiden? Of is het puur de wedstrijd en de beste wint? Ja, het is puur op basis van de demo. We luisteren de demo met een select groepje. En daaruit worden dan bands gekozen die mee mogen doen aan de bandwedstrijd. Ik bedoel, als zo'n band er gaan 3 bands naar de finale en de finale wint 1 band, die komt dan op Popel. Wordt zo'n band dan begeleid of krijgen die alleen als de eer aan het optreden? Die krijgen alleen de eer aan het optreden. Dat is ook mooi. Ja, dat is zeker mooi. En er is natuurlijk wel eventueel ruimte voor. Maar daar wordt meestal gewoon intern dan nog duidelijk over gesproken. Indien ze geen vaste oefenruimte hebben, dan is er altijd wel iets voor mogelijk. Bij bieren zijn bands, we staan hier ook in het magazijn met een hoop bier om ons heen. Back at 7, jullie hebben net meegedaan aan de voorronde voor het optreden in Nieuwe Nobelaar, wat jullie kunnen winnen, en straks op Popenlucht staan. Wat is jullie motivatie om mee te doen? Nou, we willen ons graag onderscheiden van andere bands. En wij willen daardoor naamsbekendheid krijgen door deze competitie, zeg maar. Dat is eigenlijk de reden, naamsbekendheid. We willen gewoon graag beroemd worden. En van onze hobby, onze passie, willen we ons misschien zelfs wel ons werk maken. Maar als jullie willen onderscheiden, elke band wil beroemd worden van zijn passie zijn werk maken. Vertel. Onderscheiden als in de stijl muziek die we maken, zeg maar. We willen vernieuwend zijn. Dat is het meer vooral.